Vergeet Oostenrijk of Zwitserland. Hier in Trois-Ponts, op amper anderhalf uur rijden van Brussel, viel de voorbije dagen 18 centimeter sneeuw. Ideaal om te skiën. We zijn gaan kijken op de site en we volgden het al de ganse week. Gisteren is het beginnen sneeuwen. We zeggen het is nu of nooit om in het weekend eens te komen skiën. We dachten eerst naar de zee te gaan, maar ja, we zeggen het heeft nu toch gesneeuwd, dus we zullen eens naar de sneeuw komen. Hè. Ja, het is wel iets helemaal anders dan naar de zee gaan natuurlijk. Ja, het is dat, maar ja, deze kunnen niet zoveel doen bij ons hier in België. Dus naar de zee, dat kun je eigenlijk altijd doen. En vooral de uitbaters zijn gelukkig met de sneeuw, want vorig jaar was een ramp. Vorige winter was echt een teleurstelling, een grote teleurstelling. Dus de eerste sneeuw die kwam tussen kerst en oud en nieuw, daar waren we ontzettend blij mee. En eigenlijk moeten we zeggen dat er 3-4 keer nu sneeuw gevallen is en elke keer weer beter. En nu is de sneeuw heel erg goed. We kunnen nu echt heel goed skiën. De sneeuw ligt goed? Ja, oké. Wel een beetje plakkerig, maar... Voor in België denk ik wel dat het hier goed ligt. Denk ik. We zijn tevreden. Ja. Geen klachten. Er is goed nieuws, want ook de komende dagen gaat het nog sneeuwen. Morgen, maandag vooral, verwachten we nog weer meer sneeuw. Dus wat dat betreft ziet het er goed uit de komende week. Het wordt kouder. Min 7 wordt er gezegd, min 10. Dus dat gaat de goede kant op voor iedereen die wil skiën. Ça va? Ja, maar ik moet hier weg, hè? Ja. En vind je skiën niet zo tof, is sleeën een leuk alternatief. Ja.